We gaan Newlywed spelen en vandaag heb ik love couple Indy en Noah. Hoe gaat het? Goed. Zijn jullie hier samen naartoe gekomen of apart? Nee, apart. Jullie wonen nog niet samen, toch? Nee. Okay. Maar ik hoorde net, jullie zijn niet getrouwd, dus? Nee. Nee, omdat ik zat ook, kijk, je hebt geen trouwring om. Nee. Maar jullie zijn wel ontzettend verliefd, hè? Ja. Hebben jullie zin om een spelletje met mij te doen hier? Ja. Ik ga namelijk 5 vragen stellen aan Indy over jullie. Ja. En als zij die heeft beantwoord allemaal, gaat jouw koptelefoon af. En dan vraag ik ze ook aan jou. Ja. En als jij 3 van die 5 goed hebt... Ja, win je die pot. Nou, inderdaad. Je hebt al gewonnen, denk ik. Of niet? Nee. Je denkt wel dat het gaat lukken, ik toch? Ik wil die pot winnen. Ja, nou, dan moet je je best doen. Nou, doe hem maar op. Noah. Hoor je al muziek? Ik hoor muziek vanaf hier. Oké, eerste vraag. Ja. Hoe lang hebben jullie al verkering? Bijna 2 jaar. Bijna 2 jaar. Ik ga het meteen opschrijven. Bijna 2 jaar. En jullie ouders weten daarvan? Ja. Oké, dat ze niet ineens boos worden. Hoezo 2 jaar? Nee, dat is wel oké. Dat is wel geregeld. Oké. En wanneer hebben jullie verkering gekregen? Wie vroeg verkering? Noah. Aan jou? Ja. En waar was dat? Weet je dat nog? Nee. Weet je niet meer? Nee. Geen idee dus. Het was niet toevallig met kerstfeest of zo. Oh, jawel. Oh, nou. Dan vullen we gewoon kerstfeest in. En wat is het eerste cadeautje dat hij aan jou heeft gegeven? Een ketting. Een ketting? Wat voor ketting? Ja, er stond smiley op en een rondje met zwart en wit. Mm-hmm. Die maken dan samen een hartje. Oh, wat lief. Dat is wel heel lief, toch? En dat heeft hij aan jou gegeven? Ja. Nou, wat super lief. En wie van jullie is het meest verlegen? Volgens mij Noah. Ja? Ja. Dus als iemand zegt, hey, hoe is het? Dat doet hij dit. Ja. En jij doet, hey, hallo. Hi. Ja, dat doe jij wel een beetje, ja. Stel je voor, Indy. Ja? Jullie gaan later trouwen. Ja. Wie gaat dan het huishouden doen? Ik. Ja? Ja. Helemaal? Nee, hij ook een beetje. Oké, maar bijvoorbeeld, wie gaat er koken van jullie? Ik. Oké, wie gaat de afwas doen? Ik. Oké, wie gaat de kleren schoonmaken? Noah. Oké. Ik schrijf het even bij. Noah doet de kleding. Nou, volgens mij heb ik genoeg informatie, dus je mag hem afdoen bij hem. Hop. Romantisch, hè? Hoe dat, ja. Ben je er klaar voor? Ja. Eerste vraag. Hoe lang hebben jullie al verkering? Bijna 2 jaar. Ja, exact. Goed. Helemaal. Hoppakee. En wanneer hebben jullie verkering gekregen? In groep 3 met de kerstviering. Fantastisch. Wat was het eerste cadeautje dat jij aan haar hebt gegeven? Een knuffel. Een knuffel en een ketting. Ja, dat zie je. Ja. Oké. En wat voor ketting was het eigenlijk? Een hartje dat je bij elkaar kon doen. Ja, dat is wel goed. Vraag 4. Wie van jullie is het meest verlegen? Ik. Ja. Ja, ik kan er niet meer van maken. En ik nog denken dat wordt heel spannend. Jij hebt echt zin al in die. Ja, jij zit, ik ja. Heel graag ja. Een snippet. Dan gaan we er even uit dus voor de reclame. Dan zie ik jullie. Nee, we gaan gewoon door. De laatste vraag, vraag 5. Wie doet later het huishouden? Weet ik niet. Weet je nog niet, dat was ook het eerste wat ze zei. Maar toen zei ik, oké, wie gaat er koken? Indy. Dat was goed. Wie, nee, wow, wacht. Wie doet de afwas? Indy. Ja? En wie gaat de kleren wassen? Indy. Wat zei je? Ik. Jij, hè? Ja, precies. Helemaal goed. Gefeliciteerd. Jullie hebben een enorme pot snoep gewonnen.